Het is tijd voor Annekes administratieplaat. De zoektocht naar Anneke Janssen, een programma samengesteld door Wouter Vinkers en Jeroen Blokhuis. Dit is Wouter de Polkeman voor oudepiratenits.nl. Ik ben een liefhebber van Amerikaanse polkamuziek, maar ook van oude Nederlandstalige volksmuziek. Vooral de muziek uit de jaren 70, opgenomen bij platenmaatschappij Telstar, vind ik geweldig. Door een bezoek aan Jan en Ellen de Vries uit Sappemeer, beide bekend van orkest Ellen en de Moonmakers, kwam de zoektocht naar Anneke Janssen tot stand. Jan en Ellen vertellen altijd vol enthousiasme over hun tijd in de muziek. Ook over de beginperiode en de opnames bij Telstar. Ellen vertelt dan over studioproducer Fred Limpens, maar ook over die aardige vrouw van de administratie, die regelmatig wat koorwerk verzorgt. Anneke Janssen was haar naam. Ik had me er eigenlijk nooit zo in verdiept, maar ik dacht direct aan die vrouwelijke stem die je vooral bij het radioensemble en de voortak hoort in de opnames. In deze special draaien we als eerbetoon aan Anneke Janssen, die vandaag 90 zou zijn geworden, opnames waarin ze te horen is. We gaan direct van start met een top 40 notering van het radioensemble. Dit orkest kwam uit Thorn in Limburg en werd opgericht door de heren Raamakers en Dirks, vandaar de naam Radi. De grootste hit van het radioensemble was Huil maar niet kleine Eva, die plaats 9 in de top 40 behaalde. Voor een eerste single, Sonja Adio, kreeg de groep een gouden plaat. Anneke hoor je in veel nummers van het radioensemble, maar in deze opname uit 1970 heel duidelijk. Dit nummer stond in de piek op 12 in de Nederlandse top 40. Wacht op mij, Mona Lisa. Wacht op mij, Mona Lisa. Aan Mona Lisa, ook je afscheid doet me pijn. Ik blijf steeds aan je denken. Eens zal ik weer bij je zijn. Op mij, Mona Lisa. Meisje, heb maar geen verdriet. Ik heb mijn hart aan jou gegeven. Lieveling, vergeet me niet. Wacht op mij, We gaan direct verder met de tweede hitnotering uit dit programma en dat is er een van de voortak. Deze band werd opgericht door de broers Henk en Kees Tak
en nam muziek op bij Telstar vanaf 69 tot en met 72. Daarna nam Henk Tak samen met zijn vrouw Corrie nog een aantal singles op, maar in de opnames van de band uit de jaren 70 kun je Annekes stem bewonderen. Dit nummer van de Voortak haalde plek 24 in de Nederlandse top 40 en is een officiële hitnotering. Kus me voor de laatste keer, voordat ik je ga verlaten. Kus me voor de laatste keer, ik wil nog even met je praten. Kus me voor de laatste keer, al bedroeg je mij steeds meer. Ik weer bij je zou zijn, maar ik weet dat is niet zo gebleven. Daarom heb ik verdriet. Waarom deed je mijn hart toch zo pijn? Kus me voor de laatste keer. Kus me voor de laatste keer, al bedroog je mij steeds weer. Eén kus nog voor de laatste keer, want daarna zie ik jou niet meer. Ver van jou bleef ik steeds aan je denken. Draag je foto bij mij die jij bij ons afscheid me gaf. Kom voor jou, daar prachtige geschenken. Die ik jou geven zal, ook al brak je het geluk van ons af. Van de Voortak met Kus me voor de laatste keer gaan we verder met de Teddy Boys. De Teddy Boys was een groep uit Horst, onder leiding van de broers Mart en Huub Dijkmans. Ze namen voornamelijk op in het Nederlands, maar brachten ook een aantal nummers uit in het Duits en in het Engels. Dit nummer werd in 1970 uitgebracht op Kilroy, een sublabel van Telstar, dat veelal gebruikt werd voor Engelstalige muziek. Sweet Rosalie from Sorrento. Sweet Rosalie, sweet Rosalie, sweet Rosalie from Sorrento. How I loved you with all my heart. Something told me we'd never part. Sweet Rosalie.
We gaan verder met het nummer Marianne van Conforza. Dit was een orkest uit Asten dat in 1969 deze single uitbracht. Later zouden ze zangeres Sylvana begeleiden, maar in deze tijd bestond de band nog uit 4 heren, waaronder Piet van der A en Jan Dortmans. Zo alleen en ik wist er geen raad, waarom was er voor mij niemand meer? De wereld was donker, zo kaal en zo koud, leven had voor mij geen waarde meer. Maar toen opeens kwam jij in mijn leven, ik werd weer sterk, was voor niemand meer bang. Ik wil van nu af jou alles geven, zo zal het zijn, mijn hele leven lang. Eens kwam jij in mijn leven, ik werd weer sterk, was voor niemand meer bang. Ik wil van nu af jou alles geven, zo zal het zijn, mijn hele leven lang. Marianne, een meisje, zo mooi en fijn. Ik zou toch zo graag altijd bij.
Een mooie tranentrekker van het Magic Combo. Dit combo stond onder leiding van Bert Donkers, die ook een Trio de Rog speelde. Dit nummer werd als single uitgebracht als Trio de Rog, maar verscheen ook op de verzamel LP van het Magic Combo. Het is precies dezelfde opname en Anneke Janssen is prachtig te horen. Als eerbetoon aan Anneke Janssen, die werkzaam was bij Telstar op de administratie, maar ook koorwerk verzorgde in de jaren 70, muziek van verschillende bands en orkesten die Anneke voorzag van koorwerk. Tijdens de zoektocht zocht ik naast de verhalen van Ellen extra bevestiging en kwam in contact met David Limpens, de zoon van studiotechnicus Fred Limpens van Telstar. David was zo aardig om aan zijn vader te vragen of hij zich Anneke kon herinneren. Dat kon vader Fred zeker, maar zei dat ze al jaren geleden was overleden. Wel kreeg ik als informatie haar woonplaats Stramprooi, waar vele bands en muzikanten vandaan kwamen. Denk aan de zangeres zonder naam of het orkest The Classics. Door deze info van David en Fred kwam ik erachter dat Anneke voor haar werkzaamheden bij Telstar ook al actief was in de muziek. Ze had met haar zus Doortje ook al singles opgenomen als duo De Dorana's. Toevallig had ik een van deze singles in mijn collectie, maar ik wist nu pas dat deze gezongen werd door Anneke en haar zus Doortje. We gaan nu luisteren naar Wanneer je de jager ziet. De Dorana's.
1969 schreef Paul McCartney het nummer Goodbye voor Mary Hopkin. De Nederlandse cover, die overigens ook in het Engels werd ingezongen, werd datzelfde jaar uitgebracht door Telstar. Zangeres Cecile Graven uit Enschede zong deze Nederlandse versie met muzikale begeleiding van orkest Zang und Klang met de broers Gert en Jaap Eckelboom. Theo Diepenbrock, die al vanaf de jaren 50 actief was in de muziek, bracht vrijwel de meeste singles uit bij Telstar. Al vanaf 1966 kwam de platenmaatschappij met nummers van Theo Diepenbrock op de proppen. Echter zijn hit Oh Darling uit 1978, die de vijfde plek behaalde in de top 40, is door platenmaatschappij CNR uitgebracht. In het nummer dat wij draaien, dat lang niet een van zijn grootste hits was, was Anneke zeer goed te horen. Deze zomerhit uit 1970 is een graag gedraaide plaat bij de Piraten. Caroline. Ai, 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 ai. Van wie heb jij dat super sexy zoenen toch geleerd? Caroline, Caroline. Ai, met hoeveel leuke jongens heb je dat al geprobeerd? Caroline, Caroline. Ik weet dat jij mij nog veel leren kan. Daarom begin ik weer van vooraf aan. En als mij dan iemand vraagt wie heeft jouw zoenen toch geleerd, zeg ik geen Tine, geen Angeline, maar de routine heb ik van Caroline. Ik zag haar om 8 uur, oh la la, oh la la. Een heerlijk avontuur, oh la la, oh la la. En in een klein plantsoen gaf ik de eerste zoen. Daarbij vielen haast mijn schoenen uit. Wat kon dat grietje zoenen? Ik zei, leg mij eens uit. Ai, van wie heb jij dat super sexy zoenen toch geleerd? Caroline, Caroline. Ai, met hoeveel leuke jongens heb je dat al geprobeerd? Caroline, oh, Caroline. Ik weet dat jij mij nog veel leren kan. Daarom begin ik weer van vooraf aan. En als mij dan iemand vraagt wie heeft jouw zoenen toch geleerd, zeg ik geen Tine, geen Angeline, maar de routine heb ik van Caroline. Ai, 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 ai. Van wie heb jij dat super sexy zoenen toch geleerd? Caroline, wow, Caroline.
Met hoeveel leuke jongens heb je dat dan geprobeerd? Caroline, oh Caroline, ik weet dat jij mij nog veel leren kan. Daarom begin ik weer van vooraf aan. En als mij dan iemand vraagt wie heeft jouw zoenen toch geleerd, zeg ik geen Tine, ja, geen Angeline, ja, maar de routine heb ik van, nou, van wie dan? Van Caroline. Zoals eerder verteld begon mijn zoektocht naar Anneke bij Ellen en de Moodmakers. Toen ik de info van David en Fred Limpens had gekregen, vond ik op de website over de heemkunde van Stramprooi ook een foto van de zusters Doortje en Anneke. Deze heb ik direct aan Ellen laten zien en Ellen bevestigde lachend dat de vrouw met het donkere haar Anneke was. Bij de opnames van Ellen en de Moodmakers heb ik eigenlijk maar één nummer gevonden waarbij Anneke goed te horen is. Een grappige anekdote is dat Ellen altijd hoopte dat Johnny Hoes geen koorwerk zou doen, want ze was niet gecharmeerd van zijn stem. Gelukkig voor Ellen dat het niet goed opvalt, maar ja, Johnny Hoes doet toch het koorwerk hier samen met Anneke. De tweede stem is van Fred Limpens. Eén zwaluw maakt nog geen lente. Ik heb jou gekust. Ja, het is waar. Vanaf dat moment vind je nergens meer rust. Ruimbaar. Je hebt het misschien zwaar te pakken van mij. Ja, het is waar. Waar ik graag mee trouw. Ruimbaar. De man van mijn dromen ben jij helaas niet. Ja, het is waar. Maar dat is geen reden voor liefdesverdriet. Ruimbaar.
Evert Jan Albers nam slechts één single op bij Telstar. De melkboer uit Frieseveen zong in 1970 Als rozen bloeien en hoor je de klokken luiden. Van ons had hij nog veel meer platen mogen uitbrengen, maar volgens bekenden en familie had zijn vrouw liever niet dat hij doorging in de muziek toen der tijd. Ook was het voor hem een verkeerde tijd, aangezien hij net voor zichzelf was begonnen als melkboer. Helaas voor ons bleef deze zanger met zijn mooie stem, die vaak met Gert Timmerman werd vergeleken, gewoon melkboer en heeft hij alleen nog hobbymatig gezongen. We luisteren naar Als rozen bloeien. Als rozen bloeien, beloofde jij dat jij zou komen terug bij mij. Ach, laat me weten, wat is geschied? De rozen bloeien, maar jij komt niet. Weet je nog wat jij me zei toen je afscheid nam van mij? Hoe gelukkig klonk jouw lach op die mooie dag. Rozen bood ik jou toen aan, in je ogen blonk een traan. En je vroeg me, blijf me trouw, want ik hou van jou. Als rozen bloeien, beloofde jij dat jij zou komen terug bij mij. Ach, laat me weten, wat is geschied? De rozen bloeien, maar jij komt niet. Rozen bloeien ieder jaar, heel mijn hart verlangt ernaar. Jij komt niet terug. Rozen zie ik om me heen, maar ik ben nog steeds alleen. Denk je nog wel eens aan mij en aan wat je zei? Ach, laat me weten, wat is geschied? De rozen bloeien, maar jij komt niet. De rozen bloeien, maar jij komt niet. Vandaag brengen we een ode aan Anneke Jansen, die vandaag 90 geworden zou zijn, als ze niet in 1999 al op 69-jarige leeftijd was overleden. Haar stem is vaak te horen in de muziek die 50 jaar geleden, in de jaren 70, werd opgenomen door Fred Limpens in de Telstar-studio Te Weert. Het was voor ons heel lang een herkenbare, maar stem zonder naam, die we vandaag op haar verjaardag willen eren. Zoals eerder in dit programma gaan we weer even terug naar 1961. De zusjes Doortje en Anneke Jansen als duo de Dorana's, met het nummer Tussen de Bergen. Tussen de bergen in het groene dal, tussen de bergen zo klein en smal, woont blonde Marjolein. Haar vader zonneschijn, tussen de bergen in het groene dal, in stil. En vaders lieve zonneschijn en
Arona Stars onder leiding van Willy van Balkon was een groep uit Helmond. De bezetting wisselde nogal eens en de eerste zangeres Heidi Lammers, bekend als Tina Trucker, werd verruild voor Els Seloze. Het nummer dat we nu draaien is in 1972 uitgebracht als B-kant van de single Linda. Het lijkt erop dat dit nummer met de titel Veronica is opgenomen voordat er een zangeres aan de band werd toegevoegd. Veronica, ik zie je niet. Alles is donker, ik heb zo'n verdriet. Veronica, wat moet ik doen? Is ons geluk niet meer als toen? Starend naar de volle maan, zijn mijn ogen dicht gegaan. Sinds bij mij het licht verdween, voel ik mij zo vaak alleen. Stralend als het zonnelicht, zag ik steeds jouw lief gezicht. Nu is er slechts een zachte snik, een stille traan. Veronica, ik zie je niet. Alles is donker, ik heb zo'n verdriet. Veronica, wat moet ik doen? Is ons geluk Veronica, je hield toch van mij? Is door mijn blindheid nu alles voorbij? Veronica, ik weet dat je lijdt, maar al slapen mijn ogen, ik wil je niet kwijt. Veronica, veeg weg die traan. Liefde zal spreken, mag niet vergaan. Veronica, laat mij niet staan. Ach, ga toch nooit. Jeroen en ik twijfelden een beetje of Anneke in nummers van Herman Lippinkhoff te horen is. Maar in deze B-kant van de grote hit De Karavaan is Anneke zeer zeker goed te horen. We gaan luisteren naar Wat heb ik misdaan? Wat heb ik misdaan dat jij bent gegaan, mijn leven? Eenzaam zonder jou. Mijn hart doet me zo'n pijn, is vol verdriet. Nog weet ik het niet, waarom jij me verliet. Eenzaam dolk ik door de straten en vraag me steeds af, waarom heb je mij verlaten? Waarom ging je heen? Liet me eenzaam en alleen. Is al je liefde nu voorbij? Hield je dan niet echt van mij? Wat heb ik misdaan dat jij bent gegaan? Mijn leven is eenzaam zonder jou. Mijn hart doet
niet waarom jij me verliet. Ik heb nog je foto's, ik heb nog je ring. Toch vraag ik me af, heeft dit alles nog zin? Maar krijg je eens spijt en heb je berouw, kom dan bij mij terug, want ik blijf wachten op jou. Wat heb ik misdaan, dat jij bent gegaan. Mijn leven is eenzaam zonder jou. Waarom jij me verliet, nog weet ik het niet. Waarom jij me verliet. De eerste nummers van Vlaming Bobby Prins, die officieel Jozef Troonbeeks heet, zijn uitgebracht bij Telstar. Zijn grootste succes was het nummer Sancta Maria uit 1972. Dit brandend liefdesvuur en maak Santa Maria dat het voor altijd duurt. Maria, dit brandend liefdesvuur en maak Santa Maria dat het voor altijd duurt. De Bridies. Ze hebben drie keer een sprookjesnacht beleefd. De eerste single werd uitgebracht op Omega in 1969. Deze tekst week wat af van de andere twee versies die later nog uitkwamen op Telstar en Philips. De sound was ook redelijk kaal. De mooiste versie vind ik natuurlijk de versie uit 1971, uitgebracht bij Telstar.
Philips kwam in 1980 nog een keer met een single. Maar wij luisteren natuurlijk lekker naar de versie met Anneke. Er zijn nog veel meer nummers met de zangeres Anneke Janssen te vinden. Maar deze special moet ook een keer een eind hebben, dus daar gaan we nu een eind aan breien. Jeroen en ik bedanken Ellen en Jan de Vries, David en Fred Limpens, Kozan Albers, Radio Regenboog en Jannie, NL Discografie en Heemkunde Stramprooi. We sluiten deze special af met de held van Telstar, Fred Limpens. Hij zingt hier een nummer van Herman van Keeken in zijn eigen fly and sound samen met Anneke in het koorwerk. Kom maar dicht bij mij.
Het is tijd voor Annekes administratieplaat.